Tijdens de landelijke uiendag donderdag op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat ging het vooral om de kwaliteit van de Nederlandse ui. Kwaliteit is belangrijk om de export te behouden. Kwaliteit begint bij rassenkeuze. Goed bewaarbare uien moeten hard en huidvast zijn. Daarnaast benadrukken de verschillende firma's de beworteling van sommige uienrassen. Volgens André Boot van Hazera heeft het ras Centro gemiddeld 5 wortels per plant meer dan alle andere uienrassen. Het ras zou daardoor beter bestand zijn tegen fusarium.